2007, the Battle of the Nations, second semi-final. Uw waardering voor de man uit Boksel Noord-Brabant. Winnaar World Master 2006, 17 jaar, Mighty Mike, Michael van Gerwen. En de grote man uit Den Haag, 39 jaar, vijfvoudig wereldkampioen, regerend wereldkampioen. Hier is de man, Raymond van Barneveld! Your referee for this match is Russ Bray. Die wordt morgen, inderdaad, de tegenstander van Pieter Manley. Welke Nederlander is dat? Is dat Raymond van Barneveld of Michael van Gerwen? 39 om 17 Barney om Mighty Mike Den Haag om Bokstel. 99.6 om 96.3. Van Barneveld maakte zijn televisiedebuut in 1991 op Lakeside en verloor toen de eerste ronde. En Michael van Gerwen maakte zijn televisiedebuut in 2006 tijdens de IDL en haalde daarin de kwartfinale. En we weten tegen wie die kwartfinale verloor, namelijk van Barneveld. De erelijst is natuurlijk immens aan de linkerkant, want hij heeft alle grote BDO-toernooien gewonnen. Lakeside, IDL, WDT en de Winma World Masters. Dat laatste toernooi is ook gewonnen door Michael van Gerwen. En hier staat links best veel, rechts nog niks, maar daar gaat verandering in komen. En dit zijn de uitslagen van Barneveld. Hij twee keer verliezend met 3-2 en daarna drie keer overwinnen met 3-0. Ook de cijfers van Mighty Mike liegen er niet om. Ook hij heeft drie overwinningen geboekt in de vijf wedstrijden die hij tot nu speelde tegen Engelse tegenstanders. Nu dus het eerste Nederlandse onderrondje op deze Masters of Darts. 70 begin van Barneveld. En daar kan Mighty Mike, toch wel de publiekslieveling, niet van profiteren. Ja, dat is niet zo vreemd natuurlijk. 17 jaar, nieuw, vers. Wow. Dat is een, ja, bolletje zonder enige stilstand gaat hij over het podium heen. En niet alleen over het podium, ook als je hem achter het podium ziet, in het hotel ziet. Er zit altijd beweging in Marco van Gerwen. Van Barneveld, Ronald Scholten gaf het al even aan. Hij heeft natuurlijk een tripje Engeland in de benen.
Net overigens als Manley. Die won de vorige halve finale. Ja, hoe de een reageert op zo'n tripje. Wil niet zeggen dat dat dan ook het verhaal voor een ander moet zijn. Onderdeel voor Van Barneveld. In leg 1. Weer de boel, maar zit ernaast. Triple 20 laat wel dubbel 16. Ja, dat is toch een goede finish, zo meteen in het begin van de wedstrijd. En dat is hetgeen wat anderen gelukt is deze week om Van Gerwen echt daadwerkelijk te ontregelen. Dat zul je ook moeten doen, je kan Van Gerwen niet laten rennen en vliegen. Dat heeft hij graag, dan gooit hij ook alles. Vanaf dat heel geconcentreerd, laat ze ook niet opjagen. Ja, Van Barneveld is wel iemand die, als hij dan eens een keer zo'n partij verloren heeft, of een aantal van die partijen verloren heeft, dat ook gaat analyseren. Die pakt het dvd'tje van de wedstrijd erbij, kijkt waar hij de fout heeft gemaakt, wat hij fout heeft gedaan. En dat probeert hij in de volgende partij te verbeteren. En ook dat hoort bij het zijn van een professioneel sportman. Right. 126. Voor Van Barneveld. Triple 19. Gemist. Dan houdt het op, want hij zit in de triple 7. Dus mag Van Gerwen terugkomen. 94. 20 en tops. Zijn eerste legwinst te bejubelen. Tops voor Van Gerwen. Nog één dart. En ook die gaat er boven. Dus dubbel 16 voor Van Barneveld. Om 2-0 voor te komen in deze eerste set. Van Gerwen meteen te breken. Uit de maat secuur. De 2-0 is daar. Ja, twee dagen geleden hebben wij Leo van Barneveld nog zien spelen tegen Peter Manley. Ja. In een knotsgekke zaal in Engeland. 3.500 man in zaten. Ik vind dat hij er nu geconcentreerder uitziet dan dat hij er toen uitzag. 100. Ja, ik wil zijn gedrag toen niet als vlierfluiterig omschrijven, maar hij is nu wel heel erg gefocust. 140. Ja, je kunt hem dat ook niet kwalijk nemen. Van Barneveld en dit toernooi hebben een geschiedenis. Ja, twee jaar terug, de Master of Darts, twee keer gevloerd. Geveegd? Geveegd. Probeer dat woord omzeilen, dat is niet gelukt. Door Phil Taylor, uitgejouwd door de zaal. Dit jaar is het anders. Maar dit jaar heeft hij tot nu toe 5 keer Engelse tegenstanders gehad. Nu tegen de Nederlander heb je niet de hele zaal voor je. 170 voor Van Barneveld. Om de eerste set te pakken. Dat is één. Ja. Bullseye, 170 voor Van Barneveld. Single boel gegooid. Dat wat Van Gerwen dus al wel voor elkaar kreeg. Van Barneveld hier niet. 131. Dubbel 8. Vooralsnog de eerste set. Dubbel 8. Ja, dat is een schoonheidsfoutje. Van Gerwen deze week al aardig wat finishes zien uitgooien boven de 100. Ja, deze gaat er dan niet in. Maar daar moet je toch voorzichtig mee zijn met het missen van dat soort kansen. Nu de wel 8 voor die eerste set.